Hoe gebruik je Prioderm Shampoo Plus? Draai het dopje van de punt van de applicatorfles en breng de shampoo met de handige applicatortip over de gehele hoofdhuid aan. Masseer de shampoo grondig in het droge haar en op de hoofdhuid totdat het gehele haar vanaf de hoofdhuid tot aan de uiteinden is bedekt. Laat Prioderm Shampoo Plus gedurende 15 minuten intrekken. Breng eerst een klein beetje water aan op het behandelde haar om de shampoo te laten schuimen. Spoel het schuim uit met voldoende water. Kam de haren met een grove, schone kam of borstel zodat eventuele klitten zijn verwijderd. Bij lang haar is het gemakkelijk om de haren in vier gelijke delen te verdelen met elastiekjes of klemmen. Kam vervolgens met de netenkam het haar lok voor lok vanaf de hoofdhuid naar het einde van de haarpunt. Begin bij het ene oor en schuif plukje voor plukje na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg de netenkam na elke kambeweging af aan een witte tissue of zakdoek en kijk of je hoofdluizen of neten ziet. Maak de kam na iedere controle grondig schoon om te voorkomen dat je hoofdluis overbrengt. Je kunt de kam 5 minuten uitkoken of desinfecteren met 70% alcohol. Of 30 minuten in een dichtgeknoopte kussensloop in de hete wasdroger stoppen. Prioderm Shampoo Plus heeft een nawerking van 3 dagen. Je hoeft de behandeling alleen te herhalen als je na 7 dagen nog levende hoofdluizen en of neten aantreft. Prioderm Shampoo Plus is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Kijk op www.prioderm.nl voor meer informatie.